Het maken van een panorama kan veel tijd kosten, maar als je vrij precies werkt is het allemaal niet al te moeilijk. Dit panorama bestaat uit 15 foto's. Ik heb 10 keer in de rondte gefotografeerd, dat kan behoorlijk veel minder, dat zou al met 6 foto's kunnen. Ik heb één foto naar boven en ik heb 4 foto's naar de grond gemaakt. Dit heb ik in RAW gedaan. Normaal gesproken converteer ik dit dan naar TIFF en ga ik daar verder mee aan de slag. In dit geval heb ik het naar JPEG geconverteerd zodat het allemaal wat sneller gaat. En na die conversie ga ik in de andere bestanden, in de TIFFs in mijn geval en in dit voorbeeld dus de JPEGs, ga ik wat dingen doen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de allerlaatste foto, dan zie je daar een aantal statiefpoten en schaduw opstaan. En die haal ik altijd eventjes weg. En dat, ik, je komt er dadelijk wel achter waarom dat makkelijker werkt. Dat bespaart je iets of wat tijd. En ook de software kan daardoor iets makkelijker rekenen. En vervolgens hou ik dus een aantal JPEGs over. En je ziet dat daar bijvoorbeeld de schaduw weg is en ook de poten. En ook bij de. Andere JPEGs van de grond haal ik bijvoorbeeld de pootjes even weg en ook de schaduw. Eventueel een stel voeten, zoals daarboven, dat is geen probleem. Dat uh, uh, daar zijn genoeg herkenningspunten waarop de software dat wel corrigeert. Maar met deze 15 JPEGs gaan we dus een panorama maken. En dat doen we niet in Photoshop, nee, daar gaat het dus deze keer niet over. Dat doen we in de software van Color, de Autopano Giga Software. Um, om panorama's te maken heb je meestal. Twee programma's. Je hebt een programma om het panorama te maken, en je hebt soms nog een extra programma, zoals bij Color, om een virtual tour, een virtuele tour te maken. En dit gaat alleen over het programma wat het panorama maakt. Allereerst is het belangrijk dat we de map openen met de foto's. En je ziet dan er een kleine map bij verschijnen waarin de foto's staan. De bedoeling is dat deze aan elkaar geplakt gaan worden, en de software is dus intelligent genoeg om dat zelf te doen. Gelukkig, want uh, het zou een handwerk zijn, dan ben je behoorlijk lang bezig. Dus je drukt gewoon op Detect en de software gaat aan de slag. Het gaat allemaal op zoek naar de herkenningspunten uh, die de gemeenschappelijke uh, foto's hebben en gaat ze zo netjes over elkaar leggen. En vervolgens komt er dan aan de rechterkant een gedeelte bij, een nieuwe foto. Met dus alle correcties dat de foto's netjes met elkaar gematcht zijn. Maar uiteraard heb je gefotografeerd op uh, manuele belichting. Wil je meer weten trouwens over, het, over het maken, over de foto's maken van een panorama, dan kun je ook nog altijd even op mijn website kijken. Klik boven in het linkje en daar vind je veel meer informatie. Maar dit gaat dus puur over de software van Autobahnhof. Inmiddels zie je dat de detectie voorbij is en dat hij aan de rechterkant het panorama op begint te bouwen. En dat daar ook nog wat extra stappen voor nodig zijn. En vervolgens kunnen we daar nog wat aanpassingen in maken voordat we er een definitief nieuw plaatje van maken. En ook dit is weer wat rekenwerk. En met de JPEG'jes gaat het een heel stuk sneller dan dat je met originele RAW's of grote TIFF bestanden werkt. Rechts zien we dus het panorama. We klikken gewoon op edit. En de editor opent zich in een nieuw venster. Wat krijgen we hier? We hebben links een klein beetje een informatie display. In het midden hebben we de foto. En rechts hebben we de mogelijkheid om alle foto's er nog bij te zetten. Je kunt de layout nog gewoon veranderen, maar ik vind dit op zich wel prettig werken. Wat zien we hier dus? We zien hier een panorama in een 2 bij 1 verhouding. En daarop zijn alle foto's zichtbaar. Ze zijn allemaal aan elkaar gestikt. En omdat mijn camera gewoon goed stond ingesteld, zitten er eigenlijk geen rare fouten in. Heb je nou bijvoorbeeld lijnen die totaal over elkaar heen lopen, in plaats van mooi door elkaar. Um, ja, dan moet je gewoon je kop anders instellen. En uh, je kunt het eventueel ook nog corrigeren, maar dat is gewoon vrij veel werk. Dat zijn van die dingen. Zorg dat het bij het origineel goed is. Dat voorkomt je hier veel werk. Onder in de foto zie je al. Drie keer de kleine waterpas van mijn statief. En dat soort dingen dat is natuurlijk ook niet nodig. Als ik bijvoorbeeld maar één foto selecteer, dan zie je hoe mijn statief daar staat uitgevouwen. En de bedoeling is dat dat weggaat. En dat gaan we gewoon even heel keurig doen. Als ik bijvoorbeeld de foto is 90 graden draai, dan zie je dat mijn statief bijvoorbeeld alweer uh, op een bepaald punt staat. En dat het niet helemaal onderuit gesmeerd staat, maar dat dit een stukje preciezer komt. Zet ik nou bijvoorbeeld alleen de statieffoto's aan. En ik zoom in. Dan snap je wat ik bedoel. En dit statief, deze transparante tekening, die gaan we er eigenlijk helemaal uithalen. En dat doen we met een uh, soort masker. Dus je klikt op mask en je ziet in het menu nou een paar types voorbij komen. Je kunt nou markers uit gaan zetten, rode markers voor foto's waar je dingen op hebt staan die weg moeten. En groene markers op andere foto's waar ze bewaard moeten blijven. En ik selecteer dan meestal twee foto's en ik ga eerst met rode markers aan de slag. En ga ik nou ergens staan in de foto, dan zie, je, dan zie je eigenlijk maar dat ik op één foto aan het werken ben. En dit is de andere namelijk. En je gaat gewoon wat rode puntjes neerzetten. Hoeft niet op ieder puntje. De software werkt op basis van uh, contrast. Dus waar het zwart is, dat uh, herkent hij ook wel in de omgeving. En zo zet ik dat ook op de andere foto weg. En je ziet al een klein beetje door mijn foto heen de rode puntjes van de andere foto. En je snapt natuurlijk wat er dadelijk de bedoeling is. Want op deze foto heb je hier rechtsonder uh, deze statiefkop zitten. En we kunnen dus zeggen van nou gebruik de informatie van deze foto daarvoor. Dus dan kan ik hier groene puntjes neerzetten. En dat betekent dat de software er rekening mee gaat houden dat de informatie van deze foto juist wel gebruikt moet worden. En zo moet je eigenlijk gewoon waar jouw statief voorkomt op de foto's: even overal rode puntjes neerzetten. En groene puntjes in het geval dat de software daar wel de informatie van mag gebruiken. En dan snap je eigenlijk ook waarschijnlijk meteen waarom ik altijd gewoon even netjes de statiefpoten en zo weghaal. Of mijn eigen voeten of een schaduw van een statief. Dat scheelt mij. Op dit punt heel veel tijd en heel veel werk. En ja, zoals ik al uh, vaker verteld heb, ik ben liever lui dan moe. En uh, de software hoeft dan ook gewoon minder te rekenen. Dus dat is misschien verstandiger om te doen. Nou, je hebt natuurlijk ook gewoon een echte grondfoto gemaakt, waarbij de kern, de, de kop van het statief, het centrale punt, gewoon niet zichtbaar is. En zo ga je alle foto's even netjes af. Nou, inmiddels is de software wel klaar. Er zijn alle rode en groene puntjes aangegeven. Je klikt op het vinkje, en dan is het gebeurd. Kun je alle foto's weer aanzetten, en kun je het panorama weer terugdraaien. En je ziet dat mijn puntjes gewoon blijven staan. Nou, op zich is dat helemaal geen probleem. Volgende stap is het rechtzetten van je foto's. Panorama, en dan hebben we het niet over de horizon. Nee, dan gaan we aangeven wat de verticale lijnen moeten zijn. En dat doe je hier bij Verticals. En het enige wat je dan hoeft te doen, is gewoon aan te geven: van, hé, hey, luister, deze lijn die loopt kaarsrecht. En bijvoorbeeld, uh, deze paal hoort ook kaarsrecht te staan. Je moet natuurlijk wel zeker weten dat de dingen recht staan. Dus een uh, paaltje. Uh, langs een hek in een weiland, dat is misschien niet de verstandigste keus. Nu heb ik twee lijnen neergezet. Je kunt er natuurlijk ook meer neerzetten. Hoe meer lijnen, hoe preciezer het wordt. En je klikt op oké. OK. De software gaat aan het rekenen. En je ziet een hele kleine aanpassing in mijn panorama gebeuren. Het stond dus al vrij recht. Maar staat hij dus niet kaarsrecht bij het fotograferen, dan zie je dat dat in een handomdraai gecorrigeerd is. Wat heb je verder nog voor mogelijkheden in de software? Je kunt bijvoorbeeld ook nog de Move-tool gebruiken, waarmee je uh, het middelpunt kunt veranderen. Als ik bijvoorbeeld zeg van, nou, ik wil uh, deze flat in het midden hebben. Waarom is dat belangrijk? Nou, als je je panorama maakt, is, uh, veel software, het eerste wat je gaat zien, dat is het middelpunt van je foto. Dat is meestal voor software het startpunt en dat kun je op deze manier ook een klein beetje verschuiven. Dan heb je nog vervolgens uh, de mogelijkheid om bijvoorbeeld wat dingen aan te passen, zoals je levels. Uh, of je kunt nog wat met de, met de kleuren doen. Um, ik doe dat meestal gewoon na de hand in Photoshop. Ik zorg natuurlijk voor correct belichte foto's. En ik zorg ervoor dat de schaduwen niet zijn dichtgelopen en de hooglichten ook niet uitbijten. Daar zorg ik al voor bij, mijn, uh, bij het maken van mijn foto en bij, het, uh, uh, bij de conversie uit de raw converter. Maar eventuele kleurcorrecties, dat doe ik allemaal gewoon na de hand in Photoshop. In principe zijn dit de stappen die ik doe in deze software. En nu kan ik de, de software aan de slag zetten met renderen. En dan heb ik de volgende opties. Je kunt uh, het formaat aanpassen. Normaal gesproken dit, dit valt op zich wel mee. Dit zijn dadelijk 44 megapixels. Normaal gesproken kom ik op 200 megapixels uit. Um, voor Google uh, mag een foto maximaal 100 megapixels zijn. Dus kun je hier de resolutie al een klein beetje bij uh, zetten. Um, je hebt uh, de manieren van blending. Dat is waarop de, de software rekening houdt met de naastliggende foto's. In principe is anti-ghost eigenlijk meestal wel gewoon genoeg. En dan heb je het outputformat uh, PSD of PSB. PSB is voor bestanden groter dan 2 gigabyte. Ik hou hem meestal op 16 bits zonder compressie. Dan hou ik de hoogste kwaliteit. En daaronder wat je dan mee exporteert. En een folder die je kunt kiezen. Nou, dat is in dit geval. Wel belangrijk, laat ik dat gewoon op deze map houden. Je kunt hem ook nog een faalnaam geven. Standaard staat hij op procent A. Dat betekent dat hij gewoon de naam van uh, het gegenereerde programma overneemt. Het gaat meestal over de groep, het eerste foto, laatste foto en hoeveel foto's het zijn. En dat zie je ook onderin verschijnen. Nu kunnen we op render drukken. Doen we niet, we drukken op apply. En we klikken hierboven op save. Mag je mijn naam geven en opslaan en ik sluit hem af. Ik wil namelijk nog even terug naar dit. Dit is één panorama. Je ziet links de foto's van één plek, rechts het resultaat daarvan. Heb je nu folders met uh, meerdere panorama's, dan heb je uh, links heb je meerdere plekken staan en rechts heb je meerdere verschillende outputs staan. En je zou ieder panorama uh, moet je ook natuurlijk apart bewerken. Maar wil je gaan renderen, dan hoef je dat niet iedere keer opnieuw aan te zetten. Dat kun je hier in één keer aangeven. En dan zou die ze allemaal kunnen renderen. En dat doe je hier gewoon onderaan bij. Render All. Hij komt nog een keer met dit venster en je drukt op Render. En de software gaat vervolgens aan de slag om jouw panorama helemaal te renderen naar in dit geval, ik denk, een PSD-foto. Dit kan eventjes duren afhankelijk van hoe snel je computer is en hoe groot je foto's zijn. Het is natuurlijk wel zo, hoe meer foto's jij erin stopt, ja. Hoe groter je overlap is, hoe beter de kans op detectie is, en maar ook hoe langer de software met alles bezig is. Dus ga je in principe uit van zes foto's in de ronde, één omhoog, vier naar beneden, dan heb je elf foto's. Of doe er drie naar beneden, dan heb je er tien. Dan is hij natuurlijk wat sneller en werk je gewoon met JPEG'jes gaat het ook wat rapper dan met uh, RAW bestanden van een 50 megapixel camera bijvoorbeeld. En vervolgens is hij klaar. Kan ik dit allemaal sluiten? Zo simpel is het eigenlijk. Maar um, ik ga gewoon naar Photoshop en ik ga daar de foto openen. Je ziet het: het is een PSD bestand geworden. En vervolgens zie je twee bij één mijn foto. Nou, er staat nog één klein persoon op. Verder is het twee. Verder is het plein helemaal leeg. Ik zou nog even terug kunnen gaan naar de software en die met rode en groene puntjes er ook uit kunnen halen. Maar je snapt op zich wel wat het concept is. En vervolgens kun je hier verder mee aan de slag in Photoshop of niet. Als je er een JPEG van maakt, zou je hem zo op kunnen laden naar het volgende programma waarmee je je panorama gaat maken. Of je kunt, weet ik veel, je kunt zeggen van nou, ik snij hem gewoon uit tot een panorama om een afdruk van te laten maken als je dat wil. Wees creatief, doe je eigen dingen mee. Maar dit is in ieder geval de stappen die ik onderneem in de software van Color Auto Pano Giga. Bedankt voor het kijken, uh, tot de volgende keer. Dan ga ik het hebben over het maken van een virtual tour. Uh, daar, daar zijn de mogelijkheden ook gewoon weer behoorlijk groot. Uh, maar dat gaat te ver om er nu bij te doen. Vind je de video leuk? Geef even een duimpje of neem een abonnement. En dan tot de volgende keer. Doei, doei.